Wat is voor jou heel kort het verschil tussen die twee clubs? Ik kan me herinneren dat jij zei, omdat Ajax heeft natuurlijk, wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Ja. En jij komt daar vanuit jongs af aan in de jeugd. En dan, ik kan me herinneren dat jij zei, ik had het helemaal niet door, totdat ik er van buiten naar ging kijken. Precies, ja. Is dat het verschil tussen het soort van... Kan je het goed begrijpen? Nou ja, je wordt op die manier word je daar opgeleid. Borst vooruit, kin omhoog. En inderdaad, het erin geloven, wij zijn Ajax, wij zijn de beste. En daar ga je zelf op een gegeven moment ook echt in geloven. En daar ga je dus ook naar gedragen. Totdat ik in één keer uit die club stap en je gaat naar NEC. En je ziet het in één keer van de buitenkant. En dan denk je, jezus, ja... Komt inderdaad wel arrogant over. Maar zelf heb je dat nooit zo beleefd. Ja. En dat is jouw wereld. En nogmaals, zo word je daar opgevoed. Ja. Dus ja, dat is... op het moment dat je erin zit, beleef je het echt zo anders dan dat je het van de buitenkant ziet. Ja. Het is een heel andere wereld.